It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Ja, lieve vrienden, een hele fijne zondag wens ik jullie als eerste toe. En welkom bij een gloedje nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Want daar zijn jullie weer bij aanbeland. Het is vandaag, zoals ik al zei, een zondag. Ja, maar dan ziet er, oh ja, 20 oktober en we leven om 16 minuten over 3. Ja, ik ga weer even met de meisjes lopen. Want het is weer even droog, dus. Ik kan er weer even door. Maar ja, ik kan er even goed door. Met zo'n mooie regio zoals ik nou heb. Lange mantel. Dan staat me geweldig, wordt er gezegd. Ik weet het niet. En de meisjes hebben ook een jas. Maar het regende mij een beetje te hard. En ik had geen zin. Ik denk, bekijk het maar. Maar het is weer al een tijdje droog. En ik ga er nou even lekker ertussenuit. Even frisse neusharen. Moet ook eventjes een keertje kunnen. En ja, we gaan gewoon ervoor. En ze zeggen 70 graden. Daar staat 16. 17. Hier ook 17, maar het voelt als 15. Oké. Okay. Nou ja, we merken het wel. En ik zie een luchtballonnetje. Dus het is mooi weer om te gaan luchtvaren, ja. Je vaart door de lucht in een mandje met een ballonnetje. Dus dat dus. Maar oké, okay, ja. Voor de rest heb ik hier niet veel te doen. Want ik moet vlogs in elkaar zetten. Maar ik heb nergens zin in. Ik ben zo moe, willen jullie niet weten. Ik ben opgeknapt en alles, maar daar is toch mee gezegd. Het liefst had ik nog. Lekker liggen slapen ook. Maar ja, daar doe je twee keer niks aan. Nee, ik zie geen snoepjes meer. Dus ik moet eerst zo meteen snoepjes pakken. Want mijn bakje is leeg en ik zie niet een zak. Dus ik ga het kastje pakken. Ja, dat dus. Ik zat even te zoeken. Ik dacht, hé, ik heb geen snoepjes. Wel een papiertje nog die ik weg kan gooien. Maar voor de rest niet. Ja, en hoe ik met mijn scherm zit, weet ik 1, 2, 3 niet. Ik was aan het zoeken vannacht nog, want het is heel laat geworden. Naar een Nederlandse omschrijving hoe je die beeldscherm uit moet zetten. Oké, okay, er zit vannacht een knopje, maar het is niet een normaal knopje. Nee, het is een joystickje. Ja, ook dat nog eens een keer. Ja, nou, dan moet je het maar begrijpen, maar ik kan alleen nog maar een klein stukje Nederlands vinden, maar geen uitleg hoe je hem uit moet zetten. Dus zoek het maar uit. Allemaal de gekste, idiootste talen die je niet uit kan spreken. Ook Engels en Duits, maar ook dat ken ik niet. Ook geen Spaans, geen Frans, geen Italiaans. Ken er allemaal niet. Ik heb maar één taal, dat is Nederlands en een beetje Fries. Ja, en ook een beetje Engels. Maar dat ken ik niet zodanig dat ik dat een heel stuk van zou kunnen lezen. Nee. Maar al die andere talen, mijn genade. Je breekt je de tong over als je de taal op zich al uit moet spreken. Dat is Engels, zie ik. Nou ja, in ieder geval, ik moet maar eens eventjes zien hoor. Je hebt een minuutje en dan moet je met het achterste knopje die aan de achterkant zit, dat joystickje, moet je er aan uitproberen te zetten. Maar de hele nacht heeft het blauwe lampje gebrand en dat is niet nodig. Nee. En dus dat moet wel ook nog uit. Dus hij heeft volgens mij in slaapstand gestaan. En dat wil ik ook weer niet. Maar ja, het is in ieder geval wel een LED-verlichting, zover ik begrepen heb. Dus ja, beter voor je ogen. Ook dat nog eens een keer. Ze denken nog eens een keer ergens aan. Maar ja, in ieder geval ook ben ik zelf beschermd, want ik heb een filter hierin. En dat is dat blauwe. Er is ooit iemand geweest die zei, die blauwe oogschaduw, dat staat je niet. Nou ja, blauwe oogschaduw staat me wel, want anders had dat ook niet gestaan.
Het staat mij wel, maar mijn filter voor de computer, dat is ook blauw-paarsachtig. Het zit er net, ja, te schommelen tussen die twee kleuren. Paarse oogschaduw staat me, blauwe oogschaduw staat me, het staat me allemaal. Maar door de filter in die glazen wil dat wel eens zodanig verriefelen dat het me niet staat. Daar kan ik niks aan doen, daar kan ik ook geen rekening mee houden, nee. Want het is maar net hoe je kijkt, hoe je ziet, hoe je, ja, hoe je hoofd hebt. Zo is dat. En dan heb ik er nog een filter erin en dat is voor het zonnetje en voor een scherpe lucht. Maar dat helpt 1, 2, ja, het helpt wel wat. Maar dan doe ik liever nog mijn zonnebril er nog een keer overheen. En dan ben ik extra beschermd. En vooral sinds dat ze met het weer klooien, heb ik daar last van. Laten ze moeder de natuur het allemaal regelen. Dan zal dat wel weer afnemen, denk ik. Ja, want moeder de natuur die weet wat goed is voor een minks. En dat weten die bekakkers niet. Nee, dat weten ze niet. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon en doe je ding en lach erbij en zing erbij en ja, dans erbij van mijn part. Neem je kleinkind op je arm, ga dansen. Ja, doe dat. Hé, meisjes, ja, we gaan er vandoor. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei. Hoe lief, hè? Hoe lief. Hé? Ja. Hé? Oh, goeie toch, hè? Ja? Oh, goeie toch, hè? Oeh, even lekker uitrekken, hè, kind. Hé. Leggen we er lekker lief. Nou ja, en Kandalf heb ik ook nog niet gezien of gehoord. Die is ook nog steeds boven. En ik ben lekker met een bakje koffie bezig. Dus ja, en ik ben met een vlog gaan ik zo in elkaar zetten. Ik heb telefoon gehad van Joyce en Nelson. Ik heb telefoon gehad van Mary. Het is nu ook rot weer. Het regent. Het is niet fijn. Maar ja, wat doe je eraan? Daarvoor zit je in oktober, hè? Zo. Voilà. Oh, daar gaat mijn handdoek op de grond. Dat moet maar niet. Zo. Lekker een bakje koffie. Ja, het is soms even donker, hè? Ook daar heb je het tijd van het jaar voor. Maar zoals ik al zei, ik ben met een vlog, we gaan met een vlog bezig. Hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Opslaan als. Moet ik even. Ja. Dat moet naar. Ja, dat. Oh, dat kan allemaal weg. Nou ja, dat moet ik allemaal weggooien. En dan kan dat van mij erin. En dan komt het ook allemaal wel goed. Ja, en ik moet eventjes kijken hoe ver mijn telefoon is. Want, oh, 80. Oh, toppie. Helemaal goed. Ja. En ik weet niet wat Mario heeft. Want ze is hier geweest begin september met dat feestje van Karin. Na die tijd heb ik haar hier niet meer gezien. Ik heb haar geappt. Al een paar keer. Ook stuur ik haar TikTok-filmpjes door, et cetera, et cetera. Nou heb ik haar gisteren voorzien. Ja, gisteren. Goedemorgen, schat. Zei een aantal uren later. Goedemiddag. Ze hoeft ook niet direct te antwoorden of wat dan ook. Toen heb ik twee ingesproken berichten gedaan waar zij typend op geantwoord heeft. En ze was aan het wandelen met een of andere vriend van haar. En ze moest wat terugbrengen naar iemand. Nou, dan heb ik weer wat ingesproken. Dus zei ze super op. Maar ja, dat ging ook over mijn beeldscherm, geloof ik, dacht ik. Maar vandaag, en dat mogen jullie best weten. Goedemiddag, zusje.
14:39. Ik heb nog steeds geen antwoord, heb ook nog steeds niet gekeken. Jij zal wel niet thuis zijn. Wanneer kom jij nu eens bij mij? Ik ben al een aantal keren bij jou aan de deur geweest, maar er wordt nooit open gedaan. Terwijl jij de laatste keer tegen mij had verteld dat je vaker thuis zat. Maar dat klopt dan niet, want dan had ik je toch wel eens al, was het maar één keer geweest dat ik je thuis had getroffen. Ja, toch? Ja, dat denk ik dan wel. Dan tref je. Dan had ik er sowieso één keer eens een keer thuis moeten treffen. Maar zit er nooit. En hier komen doet ze ook niet. Ja, en ik heb het gevoel dat ik wil weten wat er aan de hand is. En dan hoef ik de pendel niet na te vragen aan Nick, want dat weet ik zelf wel. De dame zelf is zweverig. Iedereen zegt dat, ze is wat zweverig. Ze weet niet wat ze wil, niks. Maar ze heeft in het verleden trauma opgelopen. Maar de dame houdt niet van kaarten leggen of pendelen. Ik mag dat dus niet doen van haar, want dat behoort niet bij het christendom. Hallo, daar hoort God juist bij. Ja, maar zij zelf mediteert. Zij zelf gaat meditatie doen. Hoort ook bij het kaarten. Kan ik ook gaan doen, mediteren, hoort er allemaal bij. Enkel, ik kan niet in die zithouding gaan zitten, wat hun dan doen, hè, in die kleermaker zitten. Dat kan ik niet, dat krijg ik met mijn lichaam niet voor elkaar. Maar dan kan ik wel mediteren, ik zou niet weten waarom niet. Dat kennen we allemaal en dat heeft inderdaad, we zijn ieder persoon is een spirit wezen. Dat is bewezen al. Maar zij zegt van niet en dan moet ik van haar een hele dikke boek gaan lezen. Nou, dat ga ik dus niet lezen. Nee, absoluut niet. Want ik mag van haar dat niet doen, hè. Dat heeft ze mij al gezegd. En ik denk dat ze daar niet wilt komen, maar laat het dan midden in mijn gezicht zeggen. En dan is het sleutels inleveren. En ja, sorry, even goede vrienden. Als ik je tegenkom, dan zeg ik je rustig wel gedag. Maar als jij mij zo op deze manier behandelt, hè, en tegen een ander het wel zegt waar het door ligt, want ik weet het van een ander, en ik ga niet vertellen wie, ik noem geen namen, maar daar heeft ze dus al tegen gezegd dat het door de kaarten komt. Ik heb al met haar afgesproken, als jij komt, dan kom ik niet aan de kaarten. Nee. Maar ik snap het niet. Er zijn zoveel meerdere met mij die hebben het over onze lieve Heer, over God. Maar ook over de kaarten. Die zijn ook begaafd, die mensen. Maar ja, neem Ilona, ware kracht true power op YouTube. Idem dito. Dus ja, ik weet niet hoor wat ik fout doe, maar in mijn ogen doe ik niks fout. Maar ja, wie ben ik? En ik laat me niet in mijn huis mijn de dingen ontnemen en verbieden door weer een ander. Nee, zo zijn we niet getrouwd. Maar ja, Mario die is echt zweverig. Zij heeft vroeger een trauma opgelopen, want ze heeft in de militaire dienst geloof ik gezeten. Ze heeft zelfs een vrachtwagenrijbewijs. En weet ik veel, ze heeft vreselijke dingen, schijnt ze meegemaakt te hebben. Ik weet het niet. En daardoor hoort ze ook, zo nu en dan, althans als ze geen medicijnen inneemt, stemmetjes in haar hoofd. Daarvoor heeft ze in Schagen gezeten. Daar heeft daar kun je wonen van het GGZ uit. Ja. Dus ja, daar heeft ze ook al gezeten een paar keer. Ook in die tijd dat ik haar ken. Maar ja, het is bizar met haar momenteel. Ik laat me dus niet door haar dwingen van dat ik dat niet mag doen. Want dat is mijn ding. En ik deed het vroeger al, enkel ik ben het kwijtgeraakt door toestanden, door problemen ben ik het kwijtgeraakt. En of dat ik het nog zelf kwijt ben geraakt door te veel verhuizen. Of dat het van me gezolen is, want er waren er wel een paar op uit die het wouden hebben.
Dus ja, dat ken ik ook nog. Maar er staat niet een briefje bij van je bent me kwijtgeraakt. Of kan dat niet achterhalen. Nee. Wel weet ik dat ik mijn pendel, dat die van me gestolen is. Kan hele mooie. Ja, zo eentje vind ik nooit meer. Echt niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Het loopt, we zien hoe laat leven. 17:30 is het. En ik ga kijken wat het weer doet. Oh ja, en mijn buurman die is weer afgevoerd. Hè? Ik weet niet of jullie dat al weten. Dat is gisteren weer gebeurd. Mijn buurman is gewoon aan de overkant. Die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Dus die is... Haha! Oké. Okay. Het regent, hè, nu. Het regent nu. Goed dan. Ik zal hem straks even uitdoen en opnieuw aandoen. Ja, hier komt een hele rode piek aan. Maar nou moet het droog wezen, terwijl het nou ook regent. Van dat fijne, mieze rotregen. Ja, de kleine druppeltjes ziet hij wel. Waarom ziet hij dan niks? Monopinendo. Geen neerslag verwacht. Nou ja, oké, lekker, belangrijk. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Maar voor die tijd, smakelijk eten. Bon appetit. Doei. Zo, lieve vrienden. Ja, het is al heel erg laat, althans, dat heet. We hebben later geweest, maar ik had eerder gewild. Maar er was weer van alles aan de hand op Facebook en het zal niet zo wezen. Mooi. Het is dus alweer 1:45, kwart voor twee. En ik heb pijn in mijn hoofd, dat wil je niet weten. Ik sta op springen zijn hoofdpijn. En dat komt door iemand. En dat was mijn moderatrice. Weliswaar is ze dat niet lang geweest. En ze zat ook op mijn groep te spinsen op de 50+. Die wou ze maar al te graag hebben. Maar ik denk, het voelt niet goed om hem aan haar te geven. En nou al helemaal niet, want dat gaat niet meer weg. Maar dan had ik hem liever aan Harma gegeven. Maar hij gaat gewoon niet meer weg. Maar deze vrouw, oh, wat was zij erg. Ze deed in eerste instantie bijna helemaal niks. Ben de hele, want je kunt achter de schermen kan je kijken... Waar de moderators uitspoken en de medebeheerders uitspoken, noem maar op, maar ook hun kunnen zien wat ik uitspook. Nou degelijk, ik spook daar veel meer uit dan dat zij dat deed en zoveel was ik niet online. Maar in die korte tijd deed ik heel veel. En zij kwam maar twee keer even kijken. En dat doen en een paar leden even toelaten en een paar afbonsjoeren. Nou ja, dat ken ik ook wel, weet je. Ik bedoel, mensen die niet de vragen invullen. Ze moeten 3 vragen invullen. Nou, hoeveel moeite kost dat eventjes voor jouw tijd? Je moet toch wachten om doorgelaten te worden. In die tussentijd kun jij je vragen beantwoorden. En dan moet je soms nog wel een uur wachten voordat je binnen wordt gelaten. Voordat jij binnen wordt gelaten, heb je dan gewoon die vraag te beantwoorden. En alles naar waarheid in te vullen. Ook zo je leeftijd. Maar we doen er een hoop. Vullen niks in. Of die zeggen enkel zijn leeftijd en de rest is oké. Oh nee, dat is dan 4 vragen. Nou ja, dat is 2 keer oké. Als ze zeggen hun leeftijd en het is ja en ja. Of het is alleen nog maar ja. Of het is alleen nog maar oké. Wat heb ik alleen nog maar aan oké? Wat heb ik alleen nog maar aan ja? Rek niks aan. Vul alles in. Maar in ieder geval, dat buiten kijf gehouden, die vrouw die deed bitter weinig. En dan beweert ze ook dat ze zelf geroepen heeft. En dat ze er eentje al weg had gedaan om mijn groep over te kunnen nemen. Hallo? Had ik dat beslist om aan jou te geven? Nee dus. Gebeurt niet. Maar ik heb meerdere hobby's dan alleen nog Facebook. Ik heb mijn kaartjes, mijn plaatjes maken. Ik heb jullie. En daar gaat het ook goed mee. Want op YouTube gaat het
Toppie. Ja, 850 abonnees. Nou, geweldig. Op naar de 900. Ja. Nog 50 te gaan, dan zit ik op 900. Dus kom maar op hoor. Ja. En, ja, hoe heet het? Die vrouw, die, ik had haar dus keurig netjes een net bericht. Netjes, want ik had het aan iemand anders ook gevraagd, is dit netjes genoeg? Ja, toppie, ik markeer niks aan, anders ga ik het ook nog toegestuurd. En ik had het in HPB gedaan, Messenger, privé. Wat doet ze? Ze zet mij even te kakken neer. Ze zet dat hele mikmakje in de groep neer. En ze zei dat ik een veel eisende vrouw was. Zo veel eisend ben ik niet. Iedereen die modereren kan, die is bij mij welkom om te modereren. Maar lees eerst mijn huisregels goed door, dat je dat ook weet. En anders blijf je hem gewoon af en toe één keer in de week, zo weet ik van wanneer je het weer vergeet, weer even lezen van, oh ja, zo zit het. Daar moet ik me dus ook aan houden en ook bij de leden. Punt. Af en toe doe ik ook wel eens hoor, voetend zo hoor. Ik ben nou ook gewoon, ik wil niet politiek getinte plaatjes normaal op YouTube, maar op YouTube, op Facebook in de groep. Maar af en toe moet het eens kunnen. En vooral als het om grappen gaat enzovoort, dat we moeten lachen. Allemaal toppie. Ja, geweldig gewoon. Vind ik helemaal nerig. Want waar blijf je als je niet meer lacht? Dan is er niks meer aan, want we worden al zo belemmerd in ons doen en laten door de staat. Want je mag dit niet meer, je mag dat niet meer, je mag zus niet meer. Waar blijft het lachen dan? Dan kan je niet meer lachen. Mag je straks ook misschien niet meer. Nou, dikke Jelle en twee pot bier, zeg ik dan maar. En of Jelle dik is, dat weet ik niet. Het is gewoon, dit zit bij mij zo al jaren en eeuwen in mijn hoofd. Dikke Jelle en twee pot bier. Waar ik het vandaan heb, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval niet vloeken. Nee. En dus, maar in ieder geval, ja. Dus, met andere woorden, ik heb het gauw weggehaald. Want ik wil niet verschut of gek of gemaakt worden. Of van alles en nog wat naar mijn hoofd toe krijgen. Dus ik heb het heel snel weggehaald. En ik heb haar van alles en nog wat ook gezegd. Dat ze vuil, laag en gemeen was. En dat is ook, want dat doe je niet. Je gaat niet iemand te kakken neerzetten. En dan, dat ik veel eisend ben. Ik ben niet veel eisend, rotten en heen. Nog nooit geweest ook. Ze moet haar ogen uit haar hoofd schamen. Wie denkt ze dat ze is? En dan heb ik ook gezegd, wie denk je dat je wel niet bent? Ik ben helemaal bezodemieterd om mij zo te kakken te zetten. Wegwezen. Dus ik heb haar dat allemaal in haar eigen meezingen gezet. Van ben jij gemeen en laag bij de grond. Heb ik ook gezegd. Dat is er ook. Want je gaat niet zo met mensen om. Als ik met jou spreek in je meezinger, dan hou je er tussen ons, want het is privé. En dan ga je niet de kakken neerzetten bij een ander. Zo wil je jezelf niet, maar ook mij niet. Want je zet jezelf ook de kakken neer. Ja, dus. Maar in ieder geval, ik heb het haar gezegd, gedaan en ik heb ook in de groep gezet dat ik me niet mijn eigen laat neerzetten als een veel eisende vrouw. En ook dat ik niet met me laat zollen, en dat heb ik al zo vaak gezegd, ik laat niet met me zollen, punt uit, klaar. En ik heb haar ook geblokt, bekijk het maar. Zulke soort mensen, daar ben ik niet bevriend mee. Nee, en ik wil ook geen mensen in mijn vriendenlijst hebben die schooljuffrouw of schoolmeester willen zijn om over zo mijn fouten of andermans fouten, qua schrijffouten, er wat op aan hebben te merken en mijn huisregels niet goed vinden omdat ze te lang zijn en het moet niet in gedichtvorm en het moet ingekort worden. Wie zijn groep is het? Die van jou of die van mij? Het is mijn groep. Ik heb hem zelfstandig opgericht. En ja, ik heb mijn huisregels in een gedicht. Dus dat is langer dan normaal. Dan als het zo 5 regeltjes zijn. Maar bij mij is het leuk.
leuk om te lezen, omdat het in een gedicht zit. Dus ja, lees dat met plezier. Ja, en heb plezier. Zo simpel. Maar ga mij niet op mijn fouten wijzen dat ik fouten heb, dat ik taalfouten heb. Ja, en ont. Ben je zelf al foutloos? Nee, jij maakt zelf ook fouten. Dat is weer een ander, hè, die dat gedaan heeft. Ja. Maar ook voor zulke soort mensen hou ik niet. Daar hou ik niet van. Zulke soort mensen die kunnen bij mij beter gaan verdwijnen. Want dan heb jij je vak verkeerd gekozen. Dan had jij leerkracht moeten worden op school. En dan had je voor de klas moeten gaan staan. En niet overdag op Facebook rond gaan zitten te hangen. Ga eerst maar eens in de spiegel kijken. Voordat jij een vinger op een ander wijst. Zo simpel is dat. Hé, dametjes van het goede leven, wij gaan naar bedje toe. Nou, mijn beeldscherm heb ik tot zover uit. En ik had een blauwe lichtje blijven branden. En dat wil ik eigenlijk ook uit hebben, want die gaat ook op een gegeven moment uit. Maar die gaat niet uit. Dus ja, hoe ik dat moet hebben, dat weet ik nog niet. Misschien dat Willy het hierin kan vinden. Het zijn allemaal boekjes, een heleboel boekjes, in allerlei talen. En ik ben wezen zoeken, maar ik kan het nergens vinden. Dus dat dus. Maar nu gaan we ons klaarmaken om te gaan slapen, hè. Hé, hier. Kruikje klaarmaken, fles met water en dan lekker naar boven. Wat jullie, dames en heer. Want mijn heertje is er ook. Hé? Jo. Ja. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Maar in ieder geval, ja, wat ik zeggen wil, dat is gewoon, lieve vrienden, ik hou van jullie. En als jullie van mij houden, dan gaat het altijd goed. Maar ook weet je, als je mij een trap in mijn rug nageeft, om met wat voor manier dan ook, dan heb je het bij mij verbruist. Zo simpel. Ja. En dan leg je het bij mij ook gelijk eruit. Maar voor nu zeg ik, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.